Nu, wat de grote nieuwigheid is van deze Eurosong-selectie, in casu jou natuurlijk, dat is dat je heel veel tijd krijgt, tijd die ook gevraagd wordt expliciet van de VRT, om je volledig klaar te stomen. Hè. Was dat voor jou eigenlijk ook een voorwaarde om in dit avontuur te springen? Goh, dat op zich had ik zelf niet gezegd, maar het is natuurlijk gemakkelijker voor mij om dan nummers te schrijven, dat ik in alle rust bezig kan zijn en mij volledig kan concentreren daarop. Dan komt alles gewoon veel meer ten goede. Want als we bijvoorbeeld van de ene kant zeggen, ja, mogen wij dan een interview of kunnen wij hem dan filmen, dan word ik gewoon constant onderbroken in wat ik eigenlijk moet doen. En dat is nummers schrijven en mij volop kunnen voorbereiden naar Noorwegen. Nu, alle facetten zullen bij jou in ogenschouw worden genomen. Je moet er eigenlijk staan in mei in Oslo. Dat betekent bijvoorbeeld, ik hoorde hier net zeggen van, je verjaart vandaag, je mag nog één keer van je taart snoepen en dan is het gedaan. Moet je op dieet of zo van de VRT? Nee, ze hebben dat eigenlijk nooit gezegd. Maar ik ga wel beginnen sporten meer nu. Ik heb dat zelf beslist. Ik heb ook een fitnessabonnement aangevraagd. En omdat ik me dan gewoon veel beter zelf in mijn vel voel. Het is niet dat ik mezelf te dik vind, maar gewoon als je fitter bent op een podium, kun je sowieso veel beter presteren. Ten slotte is Eurosong ook een beetje topsport. Hè.